Dames en heren, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Normaal maak ik nooit van zulke update video's, maar ik vond het echt nodig om bij dit nieuws een video te maken. En plotseling zomaar op mijn kanaal. Het gaat over, ja, wat je hieronder ziet eigenlijk, de Efteling. En we hebben nieuws gekregen, want de directeur van de Efteling, die heeft dus lekker gebabbeld en die heeft dus bekendgemaakt dat er een nieuwe achtbaan komt voor de Efteling. Nou, dat is natuurlijk ontzettend vet. We hebben nog niks gehoord dat de Python wordt gesloopt, want het is natuurlijk een oude attractie. Maar dat zal waarschijnlijk wel de komende jaren gaan gebeuren, dat de Python gewoon woep weggaat. Maar in 2015 krijgen we er dus een nieuwe achtbaan bij voor de Efteling. Ze gaan ook de vakantiehuisjes gaan ze oppoetsen van Bosrijk. En in plaats van 1150 bedden komen er dus 1550 bedden daarvoor in de plaats. Dat betekent dus dat ze dus meer huisjes gaan bouwen. En ongeveer het totale budget van wat ze gaan bouwen is 36 miljoen euro. Maar we gaan even over naar de achtbaan. Ik heb hier een foto van jullie en dan kun je een voorbeeld krijgen van wat voor attractie het wordt. Nou, hier staat hij. Dit wordt de nieuwe aanwinst voor de Efteling. Het is een dive coaster. En de dive coaster gaat een val maken van 37,5 meter. En dat is bevestigd door Fons Jurgens, de directeur van het pretpark. En hij heeft gezegd dat met deze nieuwe achtbaan, dat ze zich ook richten op 10 à 15-jarige kinderen eigenlijk. 37,5 meter, dat is redelijk hoog. En ik denk dat er natuurlijk wel weer een fantastisch sprookje aan vastkomt. Want wij kennen de Efteling natuurlijk, elke attractie is eigenlijk best uniek, best bijzonder, heeft een leuke achtergrond. En ze willen dit al in 2015 klaar af hebben. Dus ik denk dat ze daar heel snel mee beginnen en dat er heel snel fotootjes op het internet komen van deze dive coaster. Nou, een dive coaster is eigenlijk heel vet, want je zit eigenlijk of met je benen los, je zit allemaal naast elkaar. Nou, dat is natuurlijk, zoiets heeft de Efteling nog nooit gehad. En zoiets heeft Nederland volgens mij uit mijn hoofd ook helemaal nog niet in een pretpark staan. Nee, want uit mijn hoofd heeft Walibi heeft het niet. Efteling mist dan wel nog een hangattractie. Maar ze hebben nu gewoon gekozen voor een dive coaster. En ik denk dat dat een best wel goede keuze is door hun. Ja, want ja, zoals ik al zei, uit mijn hoofd is dit de enige. Of Duinrail, had hij ook niet zoiets? Duinrail had volgens mij wel een vrije val, maar dat waren niet van zulke karretjes naast elkaar. Ik denk niet dat dit in Nederland nog is vertoond. Nou, misschien dat Toverland dit nog ooit gaat doen. Maar ja, ik zou zeggen, ik vind het wel leuk om te doen. Om af en toe eens update video's te geven, vooral als het gaat om pretparken. Wat me nou leuk lijkt, hou mijn kanaal in de gaten voor meer van deze update over deze achtbaan. En ik ga er zeker, als er iets nieuws over te lezen is of te vinden is op het internet, zal ik een leuke video maken speciaal voor jullie, zodat jullie op de hoogte worden gehouden van de Efteling feitjes. Ja, nou dit was hem. Voor een leuke video geef ik een duimpje en vergeet ook niet te abonneren op mijn gamekanaal, waarop ik allemaal Theme Park World achtbaan spelletjes speel, maar natuurlijk ook gewoon Minecraft, noem maar op, schietspelletjes. Kijk er maar gewoon. Tot de volgende keer.